Beste kijkers, zoals iedere week bespreken we de dingen die spannend en leuk zijn, maar soms ook een beetje moeilijk om over te praten. Zoals bijvoorbeeld seksualiteit. Huh? Seksualiteit. Ja. Deze week praten we over zoenen. Ja. Elke week hebben wij online contact met een zeer bekende Nederlander. En deze week is dat... Dan moet ik heel even spieken, moment. Eens even kijken wie dat is. Siem de Jong, aanvoerder van Ajax. Hey Dr. Cor, ik ben Siem de Jong. Ja, dat zie ik. Zo, wat is die knap. Ja, hallo Siem de Jong, hoi. Zeg ja, nou wat leuk. Wat is jouw ervaring op zoengebied? Ik kan me nog goed herinneren, mijn eerste zoen was met een meisje die ik leuk vond. En van tevoren krijg je natuurlijk wel veel tips hoe het moet. En er wordt gezegd dat je veel tong moet gebruiken en een beetje moet draaien. Maar later merk je wel dat niet helemaal de bedoeling is. En de eerste keer was ik ook wel zenuwachtig toen ik dat deed. Zenuwachtig? Ach, Siem, dat is toch iedereen wel eens, hè? Zijn jullie ook wel eens? Ik ook wel eens. Ik neem aan, jij ook, Siem de Jong, hè? Eerste keer Champions League voor Jokers Gang, denk ik. Neem ik aan, toch? Toch? Niet? Oké. Okay. Maar goed, sorry. Wat vond jij nou het belangrijkste aan die zoenervaring? Ik denk dat het vooral belangrijk was voor mij dat ik zoende met een meisje die ik leuk vond en op het moment dat ik zelf wilde. En dat is wat ik jullie mee wil geven. Nou, dat vind ik dus heel erg mooi dat je dat zegt, Siem de Jong. Zelf willen. Oh, dankjewel voor die tip. Dankjewel, Siem de Jong. Dag, Siem de Jong. Oké, bedankt, Dr. Cor. Dag, Siem de Jong. Tot ziens. Dag, Siem de Jong. Ik ben ook heel jong. Flauwe grap. Goed, wat je dus niet moet doen is als een wilde bras tekeer gaan. Hè? Zo. Maar ook weer niet te klein. Niet een klein puntje, een tong en dan... Dat is het ook niet. Je moet er eigenlijk een beetje tussenin gaan zitten. En ik kan jullie dat demonstreren. Let op. Ik pak even mijn assistent erbij. Dit is Klaas. Oh, dankjewel zeg. Kijk, wat je het handigst kan doen bij zoenen is dat je alle twee je hoofd een beetje schuin houdt. Hou je jullie hoofden recht, dan botsen die neuzen tegen elkaar aan, doet natuurlijk pijn. Dus een beetje schuin en dan mond een beetje open en dan die tong subtiel naar binnen. En dan, nou ja, dan ga je die tong opzoeken, je gaat die mond een beetje verkennen. En dan lekker aan de gang met elkaar. Maar dat zeg ik, lekker aan de gang, hè. Dus het moet prettig zijn voor beide partijen. Dus wil jij wel, hij niet, of zij niet, niet doen. Wil de ander wel, jij niet, niet doen. En datzelfde, dat geldt eigenlijk ook voor vrijen. Later, als jij niet wil, ander wel, niet doen. Ander, jammer, niet doen, ja? In je oren knopen, is belangrijk hoor. Oh, en dan heb ik nog een leuk weetje. Wist je dat de gemiddelde leeftijd waarop een kind zoent zo 14 jaar 22 weken is? Ja, leuk weetje. Ja, en als je nou jonger bent en je hebt al lang gezoend of je bent ouder en je hebt nog nooit gezoend, geen paniek, komt allemaal goed. Ikzelf was bijvoorbeeld veel jonger. Ja, vertel ik nog wel eens. Goed. Heb jij nou nog een prangende vraag of een probleem? Of wil je gewoon je verhaal kwijt? Mail mij dan. En wie weet maak jij dan wel kans op het Dr. Corrie's pretpakket. Leuk hoor. Heel leuk. Tot de volgende keer. Dag.